Dat was niet de bedoeling. Yo kijkers van Marcel's Eye, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Prison Architect. Vorige aflevering hebben wij best wel wat dingen gedaan. We hebben hier een holdingcel gebouwd, we hebben een keuken gebouwd, we hebben een kantine gebouwd. En we hebben een douche gebouwd. Oh ja, en een yard natuurlijk ook. Verder hebben we hier een stroomvoorziening gebouwd en een waterstation. Dus dat loopt ook helemaal lekker. In de holdingcel hebben wij nog geen tafel staan. Dus dat gaan wij nu even snel doen. Dat kon niet, omdat de tafel niet bij de holdingcel hoort, als het ware. Maar ik vind dat die er toch wel bij hoort. Dus we doen het gewoon. Hij is een snitch, blijkbaar. Alex Shore. Even kijken, hoe lang moet hij nog zitten? Oh, hij heeft al 3,9 jaar gezeten. Oké. Okay. Hij mag op zich bijna vrij, want de laatste 2 jaar die zijn voorwaardelijk. Dus dat blauwe gedeelte is volgens mij in ieder geval voorwaardelijk. Dus als het goed is mag je er binnenkort uit. Zo, die zetten we maar gewoon even op open. Wat? Shit. Oké, ik wist het. Ze gaan nu al ontsnappen. Dit was niet de bedoeling. Oké. Dat betekent dat we muurtjes moeten bouwen. Ik dacht van, low risk prisoners, dat kan best. Maar nee, dat kan dus ook niet. Hoppakee. Daar een muurtje, zo. Wie denkt dat dan ook? Het zijn gevangenen, kom op. Denk eens logisch na, man. Zo, hoppakee. En die maar even op normal. Oh, wacht even. Zo. Zullen we gaan ze... Ja, oké, ja. Jongens, ontsnap maar. Doe maar gewoon. 3 zijn er ontsnapt. 4. 5. 6. 7. En dan hebben we nog eentje. Ik weet niet waar die zit. Waar zit die laatste? Oh, de laatste die is aan het eten. Oké. How about lockdown? Nee, dat is niet aardig. Maar wel dat hij daar even niet uit mag. Snel. Zo ja. Want anders ontsnapt hij ook nog. En dat wil je ook niet. Dus je laatste gevangene is ook helemaal weg. Oh, help. Dat heb ik ook gedaan. Ik ben ook echt zo dom dat ik gewoon geen muur eromheen zet, hè? Verschrikkelijk. Verder wel een heel leuk spel. Dat wel. Nee, echt waar. Ik vind het echt een basisspel. Het is gewoon echt een hele gevangenis bouwen. Laten we inmiddels ook even ondertussen ook een grant even toevoegen. Administration Center. Dat kan wel. Krijgen we dus weer 5000 voor, alvast. En dan build 2 offices, hire a warden, and look finance through bureaucracy. And hire an accountant. Oké. Nou, een office, die hoeft niet heel groot te zijn. Office kan heel klein zijn. Dus we doen zeg maar een office van 4x4. Dat zijn de binnenmaten. Dus de buitenmaten zijn 6x6. Zo, dat is er 1. En dit is nummertje 2. En dan een staf doorzetten erin. Hoppakee. Dat wordt dan 2 offices. Dan moeten we een warden inhuren. De warden die zit hier. Dat is een warden. Oké. En voordat we iets met bureaucracy kunnen doen. Oh nee, wacht. Kunnen we al wel. Ik dacht, daar hebben we eerst een office voor nodig. Maar hij heeft een office nodig. Ja. Alleen mijn werknemers die zijn eerst even bezig met een muurtje bouwen. Zodat onze laatste gevangene niet kan ontsnappen. Zou ik zeggen. Waar is die? Waar is de laatste gevangene? Oh, die zit daar in de yard. Oh. Oké. Prima. Kijk, hij doet het wel gewoon aardig. Hij blijft gewoon.
Geweldig, wat een baas. Ja, gewoon zoiets van, oké, prima, ik blijf hier wel. Denk ik. Ja, ga lekker aan een bankje zitten. Nice. Ja, hij zit er nog steeds. Nou, wat een baas. Ik vind het echt geweldig. Nou, een hek staat bijna. Mooi. Prima. Kijk, hij had gewoon weg kunnen lopen, hè? Daar had hij nog doorheen gekund. Maar nee, dat doet hij niet. Zo. Nou jongens, we gaan even een tafeltje installeren in de holdingcel. Want die deur die staat nu open. Dat is ook niet altijd even handig. We zijn niet voor niks een gevangenis, hè? Ook al leek het er eerst niet op. Maar goed, maakt niet uit. Ik zou deze nu weer even op open zetten. Ja, dit wordt uiteindelijk allemaal bestuurd ergens centraal. Uiteindelijk ga ik hier automatic doors van maken, of remote doors. Dus ergens centraal wordt dat dan allemaal geregeld. Dus dan kunnen ze vanaf afstand kunnen ze alle deuren openmaken en zo. Maar nu moeten we eerst even die guards even helpen. Ga even die deur openmaken graag, dankjewel. Zo. Dat staat ook. En dat ook. Nou, dan zet er even een muurtje tussen. Even kijken. 1, 2, klopt dat? Ja, dat klopt wel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, oké, okay, klopt. Mooi. Muurtje ertussen. En rooms. En dat wordt dan een office. En dit ook. Zo. Die hebben natuurlijk allebei ook nog stroom nodig. En dan krijgen ze rechtstreeks daar vandaan. Zo. Wat heeft de office nog meer nodig? Een office heeft nodig een office desk, een chair en een filing cabinet. Oké. Okay. Dus office desk. Dan een chair. En een filing cabinet. Waarom ik even zo lang wachten met dat met die stoelplaatsen was omdat een office desk die heeft op een bepaald punt heeft die zeg maar ruimte voor de voeten. Nou, maakt er op zich niet heel veel uit, want ja, het gaat er meer om dat die dingen er staan dan dat ze ook echt daadwerkelijk gebruikt worden. Maar goed, dat het is wel handig als het er wel is, zeg maar. Dus, nou ja, prima. Zo. Stroom is er, in ieder geval. Of in ieder geval bijna dan. En eerste office desk staat er. Tweede desk staat er ook. En de eerste stoel staat er. En dan is bijna office nummer 1 is klaar. En dat wordt dan, zo te zien, de warden's office. Dus de warden die kan daarin gaan zitten. Dus we zijn op 50% van de eerste. Sterker nog, we zijn nu op 100%. En dan moeten we nog een accountant huren. Maar daarvoor moeten we eerst wachten tot hij hier met finance klaar is. Dus dat duurt ook nog wel even. Ondertussen kunnen we al wel een tweede grant alvast weer aannemen. Dat kan wel. Ja, dat kan. Je kan meerdere grants kun je aannemen. Laten we gaan voor deze. Health and well-being. Build a medical ward. Nou, dat kan... Het kan heel simpel zijn. Dat kan hier in de buurt gewoon. Laten we dat op een logische plek doen. Laten we dat gewoon hier tegenaan zetten. Lekker handig. Zo, hoppakee. Medical ward komt hier. En dan een deurtje erin. En dat kan gewoon een normale deur zijn. Zo. Jongens, een van de guards graag. Even die kant op, dank u wel. Zo. Finance is inmiddels op 40% zo'n beetje. Dus dat gaat ook lekker snel. Dat scheelt ook weer. En dan, zijn we nu bezig met dus het, de tweede grant. Je kan volgens mij, eerst kan je maximaal 2 grants hebben en later kun je maximaal 3 hebben. Dus dat is op zich ook alweer fijn. Dat scheelt dan ook weer.
Hij is nu aan het saven. Moet ook gebeuren. Moet ook gebeuren. Ja, en toen zat je vast. Goed bezig, joh. Nou, even wat stroom hier naar binnen werken. Dan rooms en even kijken, kan ik... Kijk, locked, you require help. Nou, daarvoor moeten we dus eerst hierin zitten. En dan hebben we die nodig. Daarvoor moet eerst wat totdat die andere klaar is. Dus dat is een beetje jammer. En hire a psychologist. Kan dat al? Nee, zo te zien niet. Daarvoor moeten we eerst ook weer iets anders. Daarvoor hebben we die ook nodig. Maar we kunnen al wel vast een office. Oh nee, wacht, die heeft al een office. Nee, die heeft nog niet een office. Dus dan bouwen we gewoon alvast ook even een office bij. Van 6 bij 5. Zo. Dat zijn de buitenmaten, hè. Omdat er al één muur staat, kan je dus één ruimte minder doen, zeg maar. Een staff door komt daar. En dan ja, we moeten gewoon nu even wachten totdat het klaar is. Want ja, tot die tijd kun je eigenlijk vrij weinig doen. En je kan zorgen dat er wat meer gevangenen komen en zo. Maar ja, nou, ik weet niet. Op een gegeven moment heb je ook zoiets van, ja, meer gevangenen is ook niet echt handig. Want je hebt nog geen celblok, dus je moet alles, al die gevangenen moeten in de holdingcel zitten. Nou, dan kunnen ze niet eens slapen, want ze hebben geen bedden. Goeie trouwens, gaan we even doen. Gewoon even een bedje erin. Zodat ze wel een beetje kunnen slapen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moet genoeg zijn eerst. Zo. Die heeft natuurlijk ook stroom nodig. Kan gewoon... hier vandaan komen. Zo. Dat is nieuw. Die twee die zijn nieuw. Oké, nice. Ja hoor. Jullie mogen... Oh, daar komt al een guard aan. Handig. Oh, dat zijn ook direct alle 6 de bedden. Dat is nice. Dat is handig. Zo, direct die guard even gewoon... erbij blijft. Ja. Dat zou wel handig zijn. Nou, kunnen we ook een accountant huren, volgens mij nu. Ja, accountant. Alsjeblieft, dan wordt jouw office. Veel plezier ermee. Oh, dan gaat hij eerst psychology doen. Van Nair. Nou, daar kunnen we ook een office van maken. Gaan we ook gewoon doen. Office, hoppakee. Dus daar hebben we dan nog weer een office desk voor nodig. En een chair. En een filing cabinet. Ik zorg gewoon dat alle offices er een beetje hetzelfde uitzien. Dat is wel handig, denk ik. Dan heb je een beetje dezelfde layout van alles. Goed. Ja, tot zover deze aflevering. Gewoon de volgende aflevering gaan we wel weer verder. Dat kan best. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Druk op dat duimpje omhoog. Druk op het knopje abonneren. Druk op het knopje delen. Zou ik super tof vinden. En dan zie ik jullie de volgende aflevering gewoon weer terug. Bij een nieuwe aflevering van Prison Architect. Tot later.